In Antwerpen zijn er jaarlijks liefst 5000 inbraken in woningen. Veel senioren lopen een trauma op en voelen zich alsmaar onveiliger. De ophelderingsgraad is bovendien bijzonder laag. Een nieuw sporenteam van de Antwerpse politie moet die plaag gaan keren. En deze mensen zullen bij elke woninginbraak ter plaatse komen om te zien of er sporen zijn die detecteren en die ook opnemen. En de doelstelling is uiteraard om het aantal daders die woninginbraken hebben gepleegd meer te kunnen identificeren en ook effectief te vatten. 8 speurders van de federale gerechtelijke politie zijn gedetacheerd naar Antwerpen en volgden een gespecialiseerde opleiding. In het verleden werd er slechts in 1/4 van de getroffen woningen sporenonderzoek gedaan. Voortaan moet dat bij elke inbraak in Antwerpen gebeuren. Het is inderdaad een plaaginbraak en het is heel moeilijk om die daarna op te helderen. En veel mensen ergeren zich daaraan, ook omdat zo'n inbraak natuurlijk een heel grote inbreuk is op het persoonlijk veiligheidsgevoel. En dus we gaan onze inspanningen verhogen. Naast het sporenonderzoek zullen de speurders ook anti-inbraakadvies geven aan de slachtoffers. Met de 8 nieuwe agenten krijgt het labo van de technische politie ook meer tijd om de gevonden sporen te verwerken en branden en raamkraken te gaan onderzoeken.